Want Rio Surfen Festival Gron die komt langs met twee winnaars. Want ik zit hier aan tafel met, ik begin eerst met de dames, zo ben ik op. Ik zit aan tafel met Yvonne van Oostraat. Yvonne van Oostraat en Walter van Mijngaarden. Walter van Mijngaarden. Een certificaat, eerste prijs, tweede prijs. Ja. Vertel even, wat hebben jullie gewonnen en wat hebben jullie gedaan? Nou, dit heb ik gewonnen. En wat ik gedaan heb, dat is een hele grote wereldbol. En dat heb ik een klok geprojecteerd met hout uit de tijd van de oertijd. Oké. En dat is ook het thema wat onder op de klok staat. Oertijd. Precies. Walterien, jullie hebben een aantal kunstenaars gevraagd om werk aan te leveren. Dat is geëxposeerd de afgelopen week. En kunst moest te maken hebben met het thema tijd. Klopt. Precies, dat zeg ik. Exact. Nou, ja. Schouder kloppies van mij. Dus, ik stel voor dat we even creëren, Walter. Ja. Als je dat goed vindt. De oertijd, waarom dat idee? Nou, omdat ik niet helemaal weet hoe dat het in de oertijd ging. Maar die mensen moesten natuurlijk toch wel een bepaald beeld hebben van hoe laat is het nou. Ja. En ik heb altijd gehoord, dat blijkt, dat er in die holen waar die mensen dus verbleven, was er één man en die zat aan de uitgang. Of, zo je wil, aan de ingang. Ja. Dus zodra die zag dat het licht begon te worden, dan pakte hij die knuppel en dan ging hij daar naar binnen in dat hol en dan sloeg hij helemaal wakker. Okay. En zo kwamen ze naar buiten. Dus dat is de voorloper van de klok. Yvonne, ook een kunstwerk aangeleverd voor deze competitie. Klopt. Kun je iets vertellen over het kunstwerk wat jij gemaakt hebt? Ja. Ik heb dus een bos gemaakt. En dat bos, dat had bedacht, omdat ook een bos heel erg oud is. En zolang het aan bestaat, staan er bomen. En die grote, hele grote, dikke bomen die ze dus daar hebben, die hebben dus op een schilderij gezet. Met het licht van de zon daar doorheen. Ja. Zodat je dus de tijd ook kon zien. Wanneer het morgen was of wanneer het middag was. Dus de schaduw die de bomen reflecteert. En blijkbaar was jullie werk zo aansprekend dat het publiek wat mocht stemmen, anoniem begrijp ik. Ja. Jullie werk heeft beloond met een tweede prijs. En een eerste prijs, dat moet goed voelen, Yvonne. Ja, dat voelt gewoon goed, hè? Ja, inderdaad. Ja. En Walter, was er ook nog een soort juryrapport wat aangaf van, nou, dat werk beloond met de eerste prijs? Nou, niet specifiek, denk ik, hè? Nee, dat kan het natuurlijk niet, omdat deze niet door de jury is gekozen. De jury die maakt inderdaad altijd een rapport. En dit is de bezoeker van het winkelcentrum, het winkelpubliek. Maar die konden niet aangeven van, ik stem op dat werk, omdat ik dat... Ik vind het wel een heel goed idee. Ik ga dat wel meenemen voor volgend jaar. Dus dat vind ik wel hartstikke... Ja, dan je hebt een punt. Je hebt een punt. Zeg maar, hier staat je op tafel. Ja. De Comp Award, gemaakt door Jos de Wit. Ja. Je mag hem bijna een jaar in huis houden. Ja. Volgend jaar weer een festival. Oh ja, ongetwijfeld. Weer zo'n competitie? Ja, weer zo'n competitie. We hebben het er net bij de prijsuitreiking al over gehad. We willen de basis breder gaan stellen. En we willen dat van jong tot oud, want daar is Kom voor. En van jong tot oud met de wedstrijd meegaan. Dus. En dan maken we niks meer gebruik van deze uitzending om ons thema voor volgend jaar kenbaar te maken. En het thema is, er was eens.